Elk jaar raken ruim 1500 tienermeisjes in Nederland zwanger. We gaan naar huis. En Rotterdam is een van de steden waar de meeste tienermoeders wonen. Goed. Soms hebben deze moeders zelf geen makkelijke start gehad. Ik ben in mijn verleden seksueel misbruikt, zwaar mishandeld en verwaarloosd. Ik hield nogal van vechten. Ik was meer zo'n type van, ja, ik doe gewoon wat ik wil eigenlijk. Door de zwangerschap en opvoeding van hun kinderen stoppen de moeders vaak met hun school en komen daardoor in de problemen terecht. Oh, we zijn te laat. Een huis komt niet uit de lucht vallen, een baan komt niet uit de lucht vallen, een diploma komt niet uit de lucht vallen. Het is zwaar. In deze serie volgen we een klas met 10 jonge vrouwen die alles op alles zetten om toch hun school af te maken. Zij zijn de toekomst en hun kinderen zijn dadelijk de nieuwe generatie toekomst. Dus zij moeten laten zien wat goed is om ervoor te zorgen dat de jongste generatie het dadelijk goed doet. Lukt het hen om dit jaar hun diploma te halen? Ik ben nu gewoon op een punt gekomen in mijn leven dat ik echt zoiets heb van, dit kan niet meer. Ik heb gewoon een diploma nodig, want ik wil mijn kinderen gewoon alles geven wat ik niet heb gehad. Het is maart en het schooljaar van de jonge moederklas is over de helft. Vorige week zag je hoe de lockdown van de school en de rellen in Rotterdam het leven van de studenten van de moederklas op hun kop zetten. Esther, ik heb even meegedeeld. We moeten het pand voor 4:30 leeg hebben, de rellen in Rotterdam. Hoe Esther door huisbezoeken, kost wat het kost, het contact met haar studenten probeerde te onderhouden. Oh, hij valt zo met zijn neusje op de grond. Dat Neftalia compleet van de radar was verdwenen. Hallo? Is er iemand thuis? En dat de moeders met hun ziel onder hun arm liepen. Het voelt alsof ik geen doel meer heb in het leven, snap je wat ik bedoel? Ik ben corona helemaal zat, ik ben thuis zitten helemaal zat. De lockdown van de school is tot vreugde van iedereen inmiddels voorbij. Hoi, collega. En mentor Esther maakt zich op voor een nieuwe schooldag. Een dag waarbij ze haar studenten in plaats van voor een computerscherm weer in de klas mag verwelkomen. Ik eet wat voor mij. Hè? Zijn we maar met z'n drieën vandaag? Nee. Van Mitslo en Sylvania heb ik niks gehoord. Melanie is er niet, Sue is er niet. Hoewel de moeders afgelopen maanden leken te snakken naar school, is de opkomst vandaag tot Esther's grote teleurstelling erg laag. Ik verwachtte vanmorgen nog een hele volle klas en echt de start van weer het fysieke onderwijs. Maar ja, helaas had ik vanmorgen al 2 afmeldingen en een derde on the way. Kom erbij zitten, want we zijn met niet veel. Het gaat op dit moment gewoon ontzettend rottig. En ik zet echt alles in op weer het meer fysiek aanwezig zijn. Dus als ze dan ook niet komen, dus ja, het gaat gewoon niet zo lekker. Momenteel. Ik zeg dit nu tegen jullie. Jullie zijn er. Mm-hmm. Maar dit is een boodschap die ik vandaag eigenlijk aan de hele klas had willen geven. Maar het loopt niet. Het loopt niet lekker. Jullie zijn nu gestart met periode 3. En dat betekent nu een periode aanbreekt waarin we meer van jullie gaan verwachten dan dat we tot nu toe hebben gedaan. Ja. Dat gezegd hebbende, heb ik echt al mijn hoop nu gefocust met jullie groep op periode 3 en 4. Maar dat betekent wel echt dat we het vanaf nu moeten gaan doen. Ja, maar in het begin ben je nog een beetje gemotiveerd, maar op een gegeven moment, sorry, het was wel stressvol ineens. Ja. En ook weer schoolwerk te doen en zo, snap je? Ja. Als jullie het nu niet gaan doen, ga je gewoon niet slagen. Het klinkt keihard, maar het is wel een beetje wat het is. En ik leg wel het initiatief nu bij jullie neer om het te gaan doen. Toen Esther zo pittig was, boeide het me niet zoveel. Ik kon niet voor andere mensen, ik kon voor mezelf. En ik weet dat ik alles op orde heb. Terwijl ik best wel veel heb geskipt. Dus ik vind best, zolang ik nog op het minimum zit, is het toch goed. Vanaf nu zijn alle lessen fysiek. Als ik dan kijk naar wie er nu zijn, dan denk ik, oei. Als dit dan de periode is waarin we het moeten gaan doen, is het niet zo'n lekkere start. Het zijn meer zorgen die ik heb over hoe ik deze groep goed kan blijven motiveren en hoe ik ook daar vanuit mezelf mee om moet gaan. Ik snap niet waarom veel jonge mensen gaat niet op school. Ja, misschien ja, zijn ze moe of zo.
Want ik was ook moe vandaag. Ik zoek energie om elke dag naar school te komen. Maar we zijn er wel zelf verantwoordelijk voor. Ja, ja. Ik vind het echt leuk. Zij helpt ons in bijna alles. Ja, dat vind ik prachtig. Sylvania die leert heel erg goed. Ze is super leergierig. Ze is er ook altijd. Sylvania die is heel onzeker over haar Nederlands. Maar door haar onzekerheid blijft ze wel wat stiller in de klas. Ik hoop wel dat dadelijk met stage dat dan een beetje geprikkeld wordt. En die stage die moet gelopen worden. Het is echt belangrijk dat je op tijd bent. En als je niet kunt, dat je dat op de juiste manier afmeldt. Het wordt heel belangrijk, gaan ze? En zo ja, houden ze hem vol of niet? Misschien is er een enkeling bij wie het niet van de grond komt. De stages moeten gelopen worden. Maar mentor Esther houdt haar hart vast of de moeders hun best hiervoor gaan doen. De volgende dag is Sylvania in ieder geval op tijd voor haar eerste stagedag. Sylvania komt uit Kaapverdië en woont nu een paar jaar in Nederland. De moederklas is een uitkomst voor haar, maar vergt ook veel discipline. Sylvania heeft naast haar school en huishouden namelijk nog een bijbaantje. Ik doe elke avond schoonmaken bij een crash om geld te verdienen. Want alleen voor studiefinanciering is te weinig. Ja, school is belangrijk voor mij, want ik wil een diploma halen. En ik wil niet altijd in de schoonmaak blijven. Na de moederklas wil ik naar niveau 2. Daarna wil ik niveau 3 doen. Ja, en misschien 4. Sylvania is ambitieus en ook vol enthousiasme over haar stageplek. Ik loop stage bij een gastenouder. Met kinderen. Ik moet verschonen, met hun spelen. Soms eten geven. Ja, ik vind het echt leuk. Naast dat de moeders met stages beginnen, zijn er op het startcollege ook lessen die hen daarop voorbereiden. Zoals de les zorg en welzijn. De studenten krijgen verschillende dingen eigenlijk over dienstverlening en zorg. Hoe ze bij cliënten kunnen schoonmaken, opruimen. Maar ook een stukje verzorging. Zoals jullie zien gaan we vandaag hoofdstuk 4 even herhalen. Dus je hebt soorten vuil, droog vuil, manier van schoonmaken. En je kan me een voorbeeld geven van droog vuil. Van stof droog vuil. Ja, stof. Ja, heel goed. Zijn er nog vragen over dit hoofdstuk? Wat we hier leren is wel precies wat we op stage moeten doen. Je leert hoe je het moet schoonmaken. Je leert hoe je zeg maar een goede houding hebt. Jij gaat de ramen zeemen. Ga maar. Wat heb je nodig? Goed nadenken. Wat heb ik nodig? Een zeem. Een zeem, heel goed. Ja, je mag een sponsje gebruiken en een zeem. Destiny heeft er echt zin in. Ik zie het gewoon in haar. Toch, Destiny? Ja, ik zie het. Leuk. Voorbereiding, heel goed. Nu gaan we naar de uitvoering. Doe even het raampje dicht, anders is het een beetje moeilijk met de ramen. Regeltjes hoe je moet schoonmaken. Schoonmaken in huis, huishoudelijke hulp, dat soort dingen. Ja, echt saai. Even de kozijnen meepakken voor als het stof naar beneden valt. Ja, je doet het hartstikke goed. Heel goed. Dan mag jij er lekker mee doorgaan. Oké, Mitchell. Hoe ga je beginnen? Ik persoonlijk vind de moederklas heel leuk om les te geven. Meestal studenten met een bagage. Ik vind toch dat ze hunzelf mogen zijn en dat ze er zijn. Ja, dat vind ik de allerbelangrijkste. En het raam glimt weer. De volgende dag is het voor Destiny tijd om de theorie in praktijk te brengen. Het is donderdag en nadat ze haar dochter Mila Valentina naar de crash heeft gebracht, moet ze aan de bak. Destiny loopt stage bij de zorginstelling 010 Zorg en Welzijn. Daarvoor verricht ze schoonmaakwerkzaamheden bij klanten. 010 Zorg en Welzijn hebben we eigenlijk al vrij vanaf het begin een heel leuk samenwerkingsverband. Ik en de directeuren van 010 Zorg en Welzijn praten veel over hoe we met deze meiden om moeten gaan. We stellen de regels op elkaar af. We zorgen dat de regels die ik hanteer, dat zij het ook hanteren, zodat het niet uiteenlopend is.
Die jonge moeders hebben natuurlijk hun eigen huishouden. We zorgen ervoor dat we dus twee blokken van 2 uurtjes hebben. Zodat ze de kinderen ook weer om 3 uur kunnen ophalen van een kinderopvang. Goedemorgen. 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 Jij weet wat je moet doen voor vandaag? Heeft Shoshana jou ingelicht wat de planning is voor vandaag? Nee, dat niet. Je gaat straks naar de cliënt en de cliënt geeft aan wat je moet doen. Waar is dat? Lander, dat is de kader. Ik kan het wel hoor. Is goed. Doei doei. Met een adres op zak gaat Destiny op pad. Als ik hier kom, dan is het altijd wel een verrassing waar ik naartoe ga. Het is een soort van surprise box. En je pakt het uit en dan denk je, oh ja, nou, hier ga ik vandaag heen. En het is ook een wereldreis, want nu moet ik dan helemaal naar de stad. Helemaal naar de binnenstad. En aanbellen bij een compleet vreemde. Dat is niet iets wat Destiny gemakkelijk doet. Ik vind het wel een beetje spannend. Ik ben een beetje mensschuw, dus daarom vind ik dat soms wel eng. Dat ik denk, oh... Ik weet niet hoe die mensen reageren, want soms heb je hele chagrijnige oude mensen en soms heb je hele leuke. Dus op zich ben ik wel benieuwd naar welke cliënt ik nu ga. Goedemorgen. Ik ben Destiny. Moet ik mijn schoenen daar uit doen? Vindt u dat fijn? Of? Ik ben heel erg verlegen en in de zin dat ik het bijvoorbeeld spannend vind als ik alleen ergens heen moet voor de eerste keer en dat ik dan echt dat lastig vind. Wat kan ik vandaag voor u doen? Hallo, ik ga nu eens horen. Ja? Ik heb deze werken daar niet meer. Oké, stofzuigen, dweilen. Oké, doet u nog iets op een speciale manier of kan ik gewoon... Nee. Oké. Nou, top, dan doe ik dat. Ik ga eventjes mijn tas wegzetten, ja? Oké, je roept op. Ja, zeker? Ja, dat vind ik altijd een beetje awkward, dat je moet zoeken naar de spullen. Dat ik denk, oh, en bijvoorbeeld deze mevrouw gaf me niet heel veel dingen. Maar ik denk dat die mevrouw heel erg moe was. Kan ik, moet ik eerst beginnen met stofzuigen of stoffen? Ja, ik kan. Hoewel het een beetje ongemakkelijk begint, lijkt er toch een gesprek te ontstaan wanneer Destiny de spullen zoekt. Wat zegt u? Wat heeft u? De vrouw bekent net uit het ziekenhuis te zijn ontslagen. Ze laat de littekens van het infuus zien, die ze heeft opgelopen omdat ze door corona wekenlang op de intensive care heeft gelegen. Bent u al lang thuis? 4 weken. 4 weken? Ja, ik ben 23 februari thuis. Het zou wel heftig zijn geweest voor u. Ja, wel. Bent u nu bang? Of? Een beetje. Ja, dat snap ik. Dat is natuurlijk ook niet dat je het nog een keer wilt. Helemaal niet. Nee. Ik denk dat het ook wel erbij hoort dat je echt tegen mensen moet gaan praten. Omdat eenzame mensen, die praten helemaal niet zo snel. Maar als je eenmaal een gesprek bent gestart, dan vinden ze het juist heel fijn om gewoon een gesprekje te voeren. Was het ook zo erg dat de dokters u wouden opgeven? Of... Ja, ja, ja. Dat zou ook wel heel heftig zijn geweest. Ik vond het echt een lieve mevrouw en veel meegemaakt. Ja, u bent een sterke vrouw. Ja. Lijkt me heel mooi als je gewoon eenzame mensen een soort van fijn gevoel krijgt van, oh, als zij komt, dan is het gezellig. Wilt u nog wat gedaan hebben? Als er doorheen zit, dan kan ik steunen. U bent moe vandaag. Ja, dat is. U heeft geen klusjes voor me. Ik ben nog jong, kan het? Is goed. Zeker? Ja hoor. Fijne dag. Ja, dankjewel. Doei, doei. Doei. Zeker leer je er wel wat van. Ja, als je straks echt gaat werken, dan is het natuurlijk veel makkelijker om naar binnen te stappen en te zeggen, nou, ik ben die en die, ik kom dit doen. Dan als je niks hebt geleerd en dan zo'n beroep instapt. Na de stagedag haalt Destiny haar dochter weer van de crash op. Het zijn drukke dagen voor de moeders waarin veel van hen wordt gevraagd. Nou, deze periode is weer iets anders dan de vorige periode, omdat ze nu het geleerde wat ze in de theorie hebben meegekregen in de praktijk moeten gaan brengen. En dat vraagt wat van ze, want ze moeten nu dus echt gaan laten zien dat ze bijvoorbeeld op tijd kunnen komen, instructies kunnen opvolgen. Maar wat daar ook erg leuk aan is, is dat als je die meiden in de praktijk ziet, zie je ze vaak in hun kracht. Een zwaar trimester dus. Gelukkig is er in het weekend tijd om te ontspannen. Op deze prachtige dag in april geeft Destiny haar paard een opknapbeurt. En dat is nodig, want ze zal deze week haar stal verlaten en naar een wei in de buurt worden gebracht. En dan hangen we een labeltje op de reet. Ik ga op vakantie.
coronavakantie. Ballina zal daar een paar maanden buiten mogen grazen. En dat is natuurlijk het fijnst met een schone vacht. Dus de borstels en de shampoo worden tevoorschijn gehaald. Ze gaat elk jaar naar de wei. Gaat ze ongeveer in het begin van het voorjaar tot aan het einde van de zomer. Destiny woont bij haar schoonouders in en kan zo genieten van een lekker grote tuin. Een luxe ten opzichte van haar klasgenoten, die bijna allemaal in een flat wonen. Ja, voor mijn dochtertje is het ook heel fijn, want zodra het mooi weer is, dan kruipt ze al over de drempel heen als de deuren open gaan. Lekker vrijheid. Vrijheid is blijheid. De regelmaat van de lessen en de stages van de moederklas lijken Destiny goed te doen. Terwijl ze daarvoor jarenlang niet naar school ging. Ik ben wel blij dat dit was hoor. Want het heeft wel de doorstart gemaakt dat ik echt naar school ben gegaan. En iets nuttigs met mijn leven ben gaan doen. En gewoon meer besef van het leven. En erover nadenken wat je nou voor je kind wilt, zeg maar. Ik bedoel, dat ze gewoon straks lekker in een normale omgeving opgroeit. En lekker naar school gaat. En vooral ook dat ze weet wat belangrijke dingen zijn in het leven. En dat het goed is om te kunnen leven. Maar dat ze wel weet dat er ook mensen zijn die het minder hebben. Die niet eens geld hebben om te eten, zeg maar. Hallo, wat sla je op mijn grond? Doe ik het goed? Ja? Schouderkloppie. Dat geld om eten te hebben geen vanzelfsprekendheid is, beseffen wel meer studenten van de jonge moederklas zich. Ze hebben allemaal een roerig en armoedig verleden achter de rug. Studenten Sue ondervindt nog dagelijks de gevolgen daarvan. Ze heeft jarenlang diep in de schulden gezeten. Ja, ik heb de laatste tijd gewoon heel veel dingen aan mijn hoofd. Vooral over die kinderopvangtoeslagaffaire. Ik ben zelf ook een van de gedupeerden. En ik heb rond de 20.000, 25.000 euro schuld van hun. De gevolgen van die schulden waren voor Sue niet meer te overzien. Het is nu heel erg in het nieuws. Iedereen heeft het over de toeslagaffaire. En ik ben gewoon blij dat het eruit is gekomen. En dat ze er nu echt naar aan het kijken zijn. Want veel mensen weten niet hoeveel effect dat heeft op iemands leven. Door haar schuld bij de kinderopvang kon Sue niet meer goed voor haar kind zorgen. Haar dochter werd zelfs uit huis geplaatst. En hoewel Sue de voogdij inmiddels weer volledig terug heeft, is de afwikkeling van de schulden en wat daaruit voort zal vloeien nog steeds een grote kopzorg. Ik heb echt van die dagen dat ik het gewoon helemaal niet meer zie zitten. Dat ik gewoon zoiets heb van waarom duurt het allemaal zo lang? En waar zijn ze allemaal mee bezig? Heb ik iets over het hoofd gezien? Dus soms is het lastig. Ik ben dagelijks bezig met allemaal bewijsstukken aan het verzamelen, opsturen. Ik heb een brief ontvangen van CIB dat mijn boetes bevroren zijn, dus ook mijn studieschuld wat bij hun liep. Ik hoop gewoon dat het goed komt. En dan niet meer zozeer voor mij, maar gewoon dat ik iets op mijn kinderen de rekening kan zetten. Dat ik hun een beter leven kan geven. Dat hun ook gewoon nieuwe schoenen kunnen hebben. Zonder dat ze de hele tijd gepest moeten worden omdat hun merkloze schoenen dragen. Ondanks alle kopzorgen is Sue nog steeds blij met haar schoolwerk. En loopt ze ook al een paar weken stage. Om haar werk goed te kunnen doen, zoekt ze regelmatig de rust op van het klaslokaal. Ik loop stage bij Mama's Garden. Mama's Garden is een organisatie die online bijeenkomsten en bijeenkomsten gewoon fysiek organiseert. Om moeders te helpen op het gebied van opvoeding, schulden. Door de werkzaamheden voor haar stage weet Sue nog beter wat haar carrièreambities zijn. Omdat ik social worker wil worden later, ja, met jongeren. En ik wil jongeren gaan helpen die net als mij in bepaalde situaties zaten. Weet je, schulden, geen familie, geen netwerk. Dus ja. Sue die wil heel graag jongerenwerker gaan worden, ervaringsdeskundige. Daar wil ze ook wat mee gaan doen. Ik denk dat dat voor haar ook op haar lijf geschreven is. En ik denk dat dat voor haar een goede opstap is naar het begeleiden straks zelfstandig van jongeren. Stage bij Mama's Garden dacht ik, ja, dat is wel leuk. Want dan kan ik ook moeders helpen, ook al is het niet op het gebied dat ik nog wil, maar... En terwijl Sue aan de slag gaat met haar stagewerk, is aan de andere kant van de stad Neftalia bezig met haar ochtendroutine. Haar dochter Chloe gaat met oma mee naar de crash. Want Neftalia heeft een belangrijke schooldag voor de boeg. Vandaag horecales en
Ik heb ook nog deze aan. Omdat vandaag ga ik koken op mijn recept. Dus dat is mijn eigen shirt. Ik heb wel zin om te koken, want ik heb echt super honger. Ik heb een gerecht voorbereid bij horeca. Wat was het nou? Wat was het nou? Hoe zeg je dat nou? Op het Nederlands is het ananas met fried rijst. Dus fried rijst is groenterijst. Ik hoop dat het goed gaat. Op school loopt de klas langzaam vol. Neftalia heeft er zin in. Hey! Ze zal vandaag haar klasgenoten tijdens de kookles moeten aansturen, zodat er 20 lekkere maaltijden op tafel komen. Neftalia had een receptje gemaild. Door erwten, mais en de granaal moeten verbakken worden. De rijst moet verbaasd worden. Docent Geert observeert goed hoe Neftalia het aanpakt. Wil jij dat dan even gaan doen? Ja. Dan weten we gelijk hoeveel we moeten maken. Ja. Nu heb ik haar eigenlijk een beetje zelf de rol gegeven van oké, jij bent nu de chef en delegeren en kijken hoe het gaat. Wie gaat de ananas doen? Dus sowieso iedereen krijgt één ananas, volgens mij. Maar die ananas alleen is voor de decoratie. Lekker goed uitsnijden. Ja. Ik vond wel dat ze heel goed kon delegeren. Dus dat ze wel goed kon uitleggen van jij gaat dit doen, jij gaat dat doen. Om de 5 minuten gewoon roeren. Oké, we gaan dit in de oven doen. In de oven. Maar naarmate de les vordert, lijkt Neftalia de regie een beetje te verliezen. Ik ben zo niet goed met uitleggen, oh my gosh. Ik had geen idee hoe ik aan het maken ben. Ik ben pasta aan het snijden. Op een gegeven moment werd het een beetje te hectisch, allemaal door elkaar. Dan merk je dat ze een beetje denkt van, oh, moet hier wat doen, dan moet hier wat doen. Oh, en je hebt ook knoflook. Wat het toch heel anders is dan dat je voor 6 personen thuis had gekookt. Of voor 30 personen eigenlijk hetzelfde gerechtje maakt. Het is niet iets van mij. Nee, ik ga zien mezelf ook niet de cateringste voor stress. Vliegen mijn haren allemaal uit. Ja, dat is echt niks van mij. Het gerecht lijkt wel op tijd af te komen. Er is alleen 1 bewerking van een ingrediënt waar Geert zich over verbaast. Ze heeft een heel mooie ananas uitgehold om het gerecht in te serveren. Nou, dat is eigenlijk hartstikke leuk natuurlijk. Maar het is natuurlijk zonde als je eigenlijk niks met de ananas doet. Ja? Oh, je moet... Als je een klein stukje snijdt en je bakt het er doorheen, dan heb je een beetje zoetige rijst met de garnalen. En dat is ook wel lekker. Nu hebben ze er sap van gemaakt. Nee, ik heb een beetje zoet. Ik zie mezelf echt niet in de toekomst doen, nee. Nee, het is echt fofijn. Nee. Echt respect naar alle chefskok, maar nee, ik kan het niet. Vandaag is het uur van de waarheid voor Neftalia. Na een nogal moeizaam schooljaar met veel verzuim en weinig punten, zal het voor haar echt van haar stage afhangen of ze haar diploma gaat halen. Ze moet schoonmaken bij een cliënt van haar stagebureau. En daar heeft ze alle vertrouwen in. Voor mij is het niet echt eng of zo. Misschien voor de meesten wel, van je kent de klant niet. Goedemorgen. Welkom van Zorgenotie. Welkom. Ja. Oh ja. Hoi, Bianca. Hoe verder? Neftalia. Zo. Ik zou graag voor vandaag de toiletten beneden stofzuiverd. Ik ben wel comfortabel om het schoon te maken. Ik heb er geen moeite mee of last mee. Ik voel me niet echt zo griebelig bij of zo. Nee. Geen smetvrees dus. En dat de klant ondertussen meekijkt, daar heeft Neftalia ook geen problemen mee. Ik ben sowieso wel een sociale persoon. Ik kan wel heel snel een gesprek voeren met mensen. Hoe lang heeft die kat al? Funky wordt dadelijk 2 jaar in mei. Oh, dan mag ze eigenlijk iedere dag wel terugkomen bij me. De klant is blij, maar schoonmaken is Neftalia dan ook met de paplepel ingegoten. Ja, in onze Afrikaanse cultuur is het altijd heel belangrijk dat de vrouw kan schoonmaken, kan koken. Dus dat ze eigenlijk schoon is ook van haarzelf eigenlijk. Dus je moet er alles in huis kunnen hebben. Want als mijn moeder me zal weggeven aan mijn man en ik kan niks, ja, dan gaat mijn man me klaar worden teruggestuurd. Ja. Je denkt van, wat is dit nou? Wat heb je nou geleerd thuis? Wat geef je nou weg? Ja, snap je?
Neftalia's stagebegeleider Varun rapporteert regelmatig aan school de goede inzet van Neftalia op haar stageplek. Neftalia komt op ons over als iemand die het serieus neemt. Die de stage serieus neemt, de school serieus. En op ons komt ze over als iemand die het gewoon gaat halen. Ja, Neftalia die doet het daar geweldig. Het verbaast me niet per se. Sommige van deze meiden die zijn gewoon niet weggelegd om met hun neus in de boeken te zitten en dingen te moeten doen. Terwijl als ze lekker met de handen bezig kunnen zijn, dan doen ze het allemaal prima. Het verblijft me wel, want ook wij hadden natuurlijk best wel even twijfels in het begin. Dus ja, daar doe je het voor. Tot ziens, hè. Dag. Aan de andere kant van Rotterdam is Destiny op weg met haar paard. Samen met haar schoonzusje en klasgenootje Nathalie brengt ze Balina naar de wei. Heb je er zin in, Balin? Nathalie is net als Destiny gek op paarden. Nathalie is een hele goede vriendin van me. Ik sprak over paarden en zo zijn we heel goed bevriend geworden. Dat is wel leuk. En een echt vriendinnenuitje kan natuurlijk niet zonder een bezoekje aan de McDrive. Gwen, jij weet het wel wat ik altijd neem, toch? Nee. Ijskoffie, karamel. Een chili chicken en een hamburger. Een chili chicken en een hamburger. En de rest moet je zelf uitzoeken. Dankjewel. Kom, we gaan eventjes daar op de stoep. Of hier op het gras. En dan besluit Destiny zelf ook nog een ritje te maken op haar paard. Lukt dat ook? Al met al trekt het bonte gezelschap veel bekijks. En sommige voorbijgangers kunnen het niet laten om een opmerking te maken. Wat zei hij? Je moet het zielen! Destiny draaft door alsof het haar niks doet. Opmerkingen over haar gewicht is ze gewend. Ik vind, je moet iedereen in zijn eigen waarde laten. En ik bedoel, het interesseert me niet zo heel veel wat mensen zeggen. Mijn leven. Als ze het zo goed weten, dan moeten ze het zelf doen. Zijn die echt beter zielig voor het paard? Ja. Maar dat zal ik het niet horen. Ga maar drinken. Destiny zal haar vrije dag in ieder geval niet door een beledigende opmerking laten verpesten. En de plek waar Balina de zomer mag doorbrengen, is prachtig. Doei. Ook gezellige huisjes hier. Ja, hier stond ook een heel oud paard, maar die willen geen paarden meer. Waar gaat ze naartoe? Balina! Je moet achter de haren even. Kom. Ja! Mila, kom maar. Ja! Ga maar. Maar Balina kan natuurlijk niet worden achtergelaten zonder vers water. Ja, kom, doen het lekker hier. Oh, de schoenen. Ja, hier is het echt drassig. Hier is wel goed, joh. Ja, ja. Ik ben wel jaloers. Hey. Nou, fijne vakantie, hè? Tot oktober. Destiny en Nathalie verlaten gerust paard Balina. De volgende dag staat volledig in het teken van de eindopdracht van de stage van Sue. Zij organiseert vandaag een sport- en spelmiddag voor haar eigen klas. Het is eigenlijk een activiteit die bedoeld was voor kinderen in een opvanghuis. Maar door de coronamaatregelen moet ze hem noodgedwongen in haar eigen klas uitvoeren. En ze zal ook een beoordeling krijgen. Hi Sue, ik ben de examinator en ik ga vandaag het examen van jou afnemen. Oké. Okay. In het begin voelde ik me een beetje ongemakkelijk. Ik was toch wel een beetje nerveus. Super spannend. Ja? Kunnen we beginnen? Nou, dames, ik heb een paar activiteiten voor jullie gepland vandaag. Voor mijn eindopdracht. Ik ga jullie in twee teams verdelen. En dan ga ik jullie samenzetten met mensen waar jullie eigenlijk normaal nooit mee samen zouden zitten, want dat is eigenlijk de hele doel achter deze activiteit. Want onze klas bestaat uit heel veel groepjes en ik probeer iedereen gewoon een beetje uit hun comfortzone te halen.
Dus dan wil ik als eerste Shakila hier hebben. Mel hier. De moeders worden ingedeeld bij klasgenoten waar ze normaal nauwelijks mee omgaan. En dat lijkt op een vreemde manier de rivaliteit tussen de teams alleen maar te verhogen. Nederland! Jullie gaan dood, hè? Oké. Klaar. Dames, ik begrijp dat jullie enthousiast zijn en ik vind het echt leuk, maar even. Gaan jullie hun ademhalen? Bij de teamverdeling was er al gelijk spanning en rivaliteit. We gaan het echt gewoon gezellig houden en sportief met elkaar meedoen, gewoon zonnig zijn. Gewoon even gezellig. Mentor Esther houdt nauw in de gaten hoe de moeders op de opdracht van Sue reageren. De dynamiek in deze klas is wisselend, maar je ziet over het algemeen een aantal vaste clubjes terug of duo's. En een van de doelen van de opdracht van Sue was ook het durven losgaan laten van die indelingen. Dus, en dat vond ik ook nog wel een spannende, want ook ik was erg benieuwd van hoe gaan haar klasgenoten om met het feit dat Sue straks zegt, jij gaat met die en jij gaat met die samenwerken. Het eerste onderdeel is ouderwets eitje lopen. Jullie gaan om de beurt met een blinddoek en een lepel met een ei erop lopen. Ja, je mag gaan, want jullie zijn klaar. Lopen. Het gaat erom dat je ei heel aankomt. Mentor Esther is positief verrast hoe Sue de klas onder de duim houdt. Het was echt een vriendschappelijke onderlinge competitie. Het was echt geweldig. Klaar? 3, 2, 1. Go! We gaan de laatste twee. Iedereen was gewoon met elkaar aan het praten en lachen. En ook meiden die eigenlijk nooit met elkaar praten. Nadine gaat als eerste. En Moena gaat als eerste. Of wie gaat als eerste? 3, 2, 1, go! Het is hartstikke goed gegaan. Beter dan dat ik had bedacht. Dus ja, ze hebben het gewoon hartstikke top gedaan. Ik kan er niet meer van maken. Voorbereiding. Had je alles al klaargelegd. Voor alles heb je plus. Dus je komt en nu wil je het cijfer horen. Je hebt een 10 voor beide onderdelen. En daarmee heb je je stage positief afgerond. Ja. Ik was echt blij. Ik ben echt blij. Ik kan weer iets afvinken van mijn lijstje. Dus ik ben echt blij. Het is eind april en de examens komen in zicht. Mentor Esther wil haar moeders nog even flink motiveren. Ik wil dit heel even kort met jullie hebben over de examens. Morgen is het 10:00. Dus ik wilde heel even een beetje bij jullie peilen van hoe voelen jullie je? Hoe staan jullie erin? Zijn jullie goed genoeg voorbereid, denk je? Ik vind schrijven zelf niet moeilijk, maar punten, hoofdletters, komma's. Ja, ik ook. De grammatica. Ja. Het makkelijkste zijn de punten en de hoofdletters. Dat is het makkelijk. Daar hoef je eigenlijk niet over na te denken. Als jij denkt dat jouw zin klaar is, zet je een punt. En de nieuwe zin begin je met een hoofdletter. Ja, ik denk wel dat het lukt. Zo moeilijk zal het niet zijn, maar op sommige vlakken heb ik dan gewoon dat ik denk, oh ja, maar ik ben zo slecht. Ik heb soms echt wel dat ik denk, oh nee, ik zie mezelf echt niet met een diploma. Maar lees goed de opdracht. Dat is echt superbelangrijk. Daarna begin je altijd met een aanhef. En tel je woorden. Tel je woorden. Dat is ook al een punt. Een punt die je mist. Je moet 100 woorden hebben. Ik weet niet hoeveel, maar het staat in de opdracht. Laat tellen. Ja, je moet echt je woorden tellen. Ja? Onthoud mijn tips. Het is voor de meiden van de moederklas gewoon wat spannender. Ze hebben niet helemaal de lessen gehad zoals je het normaal aanbiedt, hè, fysiek en met heel veel oefenen. Online is het toch heel anders, met de kinderen naast je op de bank. Vergeet niet je ID mee te nemen morgen. Het is een examen zonder idee. Kunnen ze je weigeren? Ik zie het eigenlijk als een soort van allereerste oefening dadelijk naar de grote wijde wereld van niveau 2. Bij de succes morgen voor het examen. Good luck. En dan breekt de eerste dag van de examens aan. De examinator zit al klaar en de studenten druppelen langzaam binnen. Hoewel mentor Esther nog zo gewaarschuwd heeft, gebeurt toch het onvermijdelijke. Natalie is haar identiteitsbewijs vergeten. Even met de paspoortje en je gezichtje. Dit is gewoon een DigiD, daar staat gewoon een burgerservice-nummer. Ja, ik kan daar even niet over beslissen. Okay. Dan moet je even doorlopen naar het examenbureau. Oké, dat is goed. Goed als je daarbij kunt helpen. Terwijl de helft van de klas er al klaar voor zit,
zweet Nathalie peentjes. Wel, echt, ik ga heel even mijn vriend bellen, kijken of hij nog thuis is, als hij geen foto kan sturen. 2 seconden. Hallo? Hallo? Weet je niet of de rest onderweg is? Ja, ik weet niet wat, wat gaat komen. Ik ben meer gespannen. Dat is het enige. En de spanning loopt bij Nathalie op tot een hoogtepunt, als ook haar vriend de idee thuis niet kan vinden. Maar dan vindt ze hem toch in haar tas. Safe by the bell. Love you. Bye. Dank je wel. Nathalie en Destiny gaan naar buiten om stoom af te blazen, terwijl de klas op het punt staat om aan het examen te beginnen. Maar alle stress is eraf. Maar ja, nu alleen je examen nog, hè? Ja, zeker. Nathalie en Destiny zijn binnen, dus het examen kan van start gaan. Ja, we gaan nu beginnen. Maar heel even, voordat we beginnen. Weten jullie of er nog mensen onderweg zijn? Nee, dat dames, is zijn nog dames onderweg. Nederlands, schrijven. Het examen ligt voor je, je mag het dadelijk pakken. Het is een brief aan je stagebegeleider en een e-mail aan je vriendin. Dus, ja, mag ik beginnen? Je mag beginnen, je hebt er echt zin in. Hè? Heel veel succes. En terwijl de moederklas hard aan het werk gaat, komt mentor Esther toch even gluren. Ik vind het wel spannend, want het is een examenklas. Dus ik denk dat ik ze voldoende heb voorbereid op de examens. Of ze echt voldoende fysieke lessen hebben gehad om het ook goed te kunnen maken, dat zal zich uitwijzen. Hoe is het gegaan? Heb je woorden geteld? Ja. Dat is al een van de belangrijkste dingen. Ja, de helft. Nou ja, de helft. Dat is niet helemaal waar, maar ik heb in ieder geval het punt daarvoor. Oké, ja. Ja, het zal erom hangen, meiden. Ja, oké. Succes! Doei. Nou, de rest van de meiden die hebben ook wat extra tijd. Doei, doei. En terwijl Esther naar haar volgende les gaat, wacht Nathalie trouw tot haar vriendin Destiny ook klaar is. Hallo, hallo. Hoe ging het? Ik kreeg in één keer vette hoofdpijn. Echt? Ja. Hoe kwam dat? Dus ik heb gewoon heel die shit afgeracheld. Maar heb je wel de woorden geteld? Ja, nee, okay. De woorden heb ik niet geteld. Dat moest je echt doen. Esther zegt dat het al gaat werken. Serieus? Ja, dat stond ook in die ding. Ik had al op de helft van, ik kreeg zo'n hoofdpijn. Dus ik dacht, gewoon een beetje laat maar zitten. Ja. Anders doe ik die herkans niet, maar ik zie het wel hoor. Volgende week zwoegen de moeder zich door de examens heen. Het is best wel belangrijk. Alle examens moet je halen, natuurlijk van Nederlands. Dit is ook het doel waar we voor zijn gekomen, toch? Is er een schoolreisje voor de studenten en hun kinderen? Normaal zou ik het ook niet doen, maar nu heb je toch de kans. Mijn kind is het excuus. Nou, het is nog niet zeker of iedereen gaat slagen. Het gaat echt afhangen van die stageuren. Lukt het ze? Ik heb goede hoop, maar we zijn er nog niet. Omdat we naar elkaar omkijken. KRO NCRV.